Goed dat je weer kijkt. Welkom in een nieuwe video. Het is zondagochtend, eerste Pinksterdag. We zijn gesloten, maar dat betekent natuurlijk niet dat ik niet ga trainen. Ik heb vandaag een push day op het programma staan. We gaan lekker trainen. Het is nog vroeg, dus verder heb ik de hele dag vrij. Afgelopen week ging vrij goed. Ik had 3 cheat maaltijden, maar desondanks is het gewicht redelijk goed gebleven. Een paar goede wegingen gehad. En gisteren was wel de ergste dag. Want ik had een dubbele kapsalon. Reep chocola. En nog een paar dingen had ik gegeten. Daar had ik onwijs behoefte aan. Dus dat heb ik gewoon gedaan. Vanmorgen 1,5 kilo zwaarder. Maar dat zal binnen een paar dagen wel weer verdwijnen. Het was officieel de laatste dag. 16 weken bezig. Het doel was 20 kilo afvallen. Niet gehaald. Maar dat geeft niet. Dat wist ik vrij snel. Het gaat er natuurlijk ook om dat je het kan volhouden. En als ik 20 kilo had willen afvallen, was ik ook veel spiermassa verloren. Omdat ik het afgelopen jaar heel veel heb gegeten en ben blijven trainen, heb ik ook spiermassa aangemaakt. En dat wilde ik niet allemaal weer kwijtraken. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om er langer over te doen. Ik geef mezelf nog ongeveer 6 tot 8 weken om tot ongeveer 75 kilo te komen. Dan komen de aders weer een beetje in beeld. En dat is toch wel het fysiek wat ik echt graag wil bereiken deze periode of deze cut. Dus daar ga ik naartoe werken. 6 tot 8 weken de tijd ongeveer. Althans 8 is de max, 6 het minimum in die periode. Wil ik het dus allemaal bereiken? En heb je nou vragen over afvallen of voeding of hoe ik het allemaal doe? Laat het dan even weten in de reacties onder deze video. Jullie gaan zo meteen de shape update zien van week 16. Daarna mijn training. Het wordt een push day zoals ik zei. En aan het einde van deze hele periode, als ik dus klaar ben met mijn doel, wil ik een grote Q&A doen. Nou heb ik 2 keer eerder een Q&A aangekondigd. Bij de 1 kreeg ik 7 vragen. En bij de laatste kreeg ik 2 vragen. En het is een beetje vaag, want als ik het dan niet aankondig, dan krijg ik veel meer vragen. Afgelopen week heb ik 12 vragen gekregen via Instagram. Allemaal over fitness, voeding of hulp in de voeding. En het is natuurlijk tof als ik een Q&A aankondig en dat dan al die vragen bij mij terechtkomen. Dan kan ik ze allemaal uitgebreid behandelen via video. En dat praat een stuk makkelijker, kan ik een stuk makkelijker informatie geven over hoe dingen aan te pakken of wat te doen. Via tekst is dat gewoon minder relaxed en komt het wat minder binnen. En het neemt gewoon heel veel tijd in beslag. Dus ik hoop dat ik dan al die vragen tot me krijgen als ik het aankondig, als ik dus die Q&A ga doen. Maar dat over een paar weken. En mocht je nu al met vragen zitten, natuurlijk, je kan ze altijd stellen. Ik ben altijd bereid om te helpen. Dus stel ze gewoon onder deze video of voeg mij gewoon even toe op Instagram en stel daar je vragen. Als je wat meer wilt weten over fitness, voeding, noem maar op, dan zal ik je altijd helpen. Goed. Jullie gaan nu de shape update zien, daarna de training en dan was dat het voor deze video. Ik zie jullie snel weer. Abonneer op mijn kanaal als je niets wilt missen. Meer video's komen eraan. Alvast bedankt voor het kijken en ik zie jullie dus in een volgende video. Ciao!